Kijkers van harte, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, CARICOM staatshoofden en regeringsleiders spreken elkaar op Summit of the Americas. Ministerie ROM lanceert informatie-database Donru. Subsidie op brandstof moet inflatie tegengaan. En aanvraag bezoekpasjes arrestanten gedigitaliseerd. Suriname mag zich ingaande 1 juli voor een periode van 6 maanden voorzitter van de CARICOM noemen. In dit kader heeft er in de marge van de 9e Summit of the Americas in Los Angeles een ontmoeting plaatsgevonden tussen CARICOM-staatshoofden en regeringsleiders. Verder zijn er ook gesprekken geweest tussen minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn ambtgenoten uit de regio. Presidentiële woordvoerder Alvin Roosevelt blikt terug op de bijeenkomst van de regeringsleiders en doet verder verslag van de overige ontmoetingen. Ready, host! Ready, host! Ready, host! Officieel is de summit woensdag gestart en woensdag hebben wij dus als eerste aan u laten zien de openingsceremonie waarbij de president aanwezig was, maar ook de president van de Verenigde Staten en alle andere staatshoofden. Maar het is toch wel goed om met u te delen dat in de marge van deze aanwezigheid van de president op de openingsceremonie dat er toch wel al gesprekken hebben plaatsgevonden. Zo heeft er een CARICOM caucus gesprek plaatsgevonden tussen de CARICOM staatshoofden. U weet dat Suriname met een dik maandje of zelfs minder per 1 juli het voorzitterschap van CARICOM overneemt en dat gedurende de 6 maanden na juli. Wat er is gebeurd is de traditionele gift exchange ook, waarbij de staatshoofden eventuele gifts ruilen. Het is goed om te weten dat elke dag de delegatieleden worden getest. Maar het belangrijke is dat er al een gesprek heeft plaatsgevonden met de prime minister van Haiti, omdat er wat zaken zijn die belangrijk zijn voor beide landen die besproken dienden te worden. U moet weten dat in de marge daarvan ook de minister van Buitenlandse Zaken een aantal gesprekken heeft. En voor bijvoorbeeld vandaag, donderdag, is er een gesprek geweest tussen de minister van Buitenlandse Zaken en zijn collega van Argentinië. En zo zijn er nog wat andere landen die op reis staan om de gesprekken met Suriname te voeren. Vandaag is er een meeting met de vicepresident Kamala Harris, met de vicepresident en de Caribische leiders. Los daarvan is daar net het fotomoment geweest waarbij al de leiders de foto hebben kunnen maken met mevrouw Harris. Dat is dus de vicepresident van de Verenigde Staten. Dat breekt aan vrijdag 10 juni, waarbij de president van Suriname zijn eerste bijdrage gaat hebben aan deze Summit of the Americas. Het is goed te weten dat alle leiders hun bijdrage hebben. En deze bijdrage zal live verslagen worden door de communicatiedienst Suriname en ook nog andere zenders in Suriname die deze bijdrage live voor u zullen brengen. Er is dan een gesprek, een bilateral, tussen de minister van Buitenlandse Zaken en Frankrijk Martinique. De First Ladies hebben allemaal hun eigen programma, dus het is goed te weten dat de First Lady haar eigen programma afwikkelt met de andere First Ladies die hier zijn. Er is dan een Leaders Lunch en er is dan het derde gedeelte waarmee in principe de summit wordt afgesloten. Waarna er een Leaders Roundtable is waarbij er gesproken zal worden over Sustainable Economic Recovery.
om significante data met betrekking tot klimaatverandering bij elkaar te brengen en deze met de samenleving te delen, is op vrijdag 10 juni 2022 de database Dunroo gelanceerd. Dit informatiesysteem is eigendom van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en het is met financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de IDB, ontwikkeld. Dunroo biedt volgens minister Silvano Tsong-Ahin niet alleen openheid van het ministerie, maar dat de samenleving zich de data eigen maakt en gaat nadenken over de effecten van klimaatverandering. Vandaag doen wij de launch van een onze belangrijke datasystemen. En we dachten dat het goed was vanwege het feit dat dit datasysteem bestemd is voor het gewone volk. Dachten wij dat het een goed moment was om u bij elkaar te roepen, om u te informeren over wat dit datasysteem inhoudt en waarom we hebben besloten om een dergelijk systeem op te zetten. Zoals u weet, we zeggen het vaak, Suriname is een van de kwetsbare landen. Sommige mensen zeggen dat we zelf in de top 10 staan van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het is dus eigenlijk heel erg jammer dat wij ons in die positie bevinden. Maar des te meer, omdat wij de klappen zullen vangen, is het belangrijk voor ons om heel veel aandacht te besteden aan de gevolgen van klimaatverandering. Of het nou is dat we samen met de andere landen werken aan de vermindering van onze uitstoot en behoud van onze diversiteit. Dan wel dat wij ervoor zorgen dat dit land genoegzaam toegerust is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Dat betekent dat we systemen moeten gaan opzetten om mens, dier en omgeving zoveel mogelijk te beschermen. Om dat te kunnen doen, om beleid te kunnen maken, heb je data nodig. En bij mijn aantreden op het ministerie hebben wij goed gekeken naar de rapporten die er bestonden. Er is enorm veel geschreven over klimaatverandering, veel geschreven over milieu, over het algemeen. Maar we hebben één ding valt op. En dat is dat een heel veel van de conclusies die zijn getrokken niet echt gebaseerd waren op harde data. En een van onze missies is om dat te veranderen. We kunnen geen beleid maken zonder harde data. Daarnet heeft dus de launch plaatsgevonden van het systeem Dunroo. Het is namelijk een database systeem dat bedoeld is om het publiek te voorzien van informatie in zaken. Nou, niet zozeer klimaatsverandering, maar factoren die eigenlijk bijdragen aan klimaatsverandering. Alhoewel Suriname niet echt veel bijdraagt aan klimaatsverandering, maar wat adaptatie betreft en mitigatie, daar zien wij, is onze rol. Dit systeem is namelijk opgezet om als referentiekader te fungeren voor zowel het publiek, maar ook voor de regering, beleidsmakers. Wetenschappers en de jongeren. Omdat wij vaak in het verleden werden beschuldigd van wanneer komt de overheid met een eigen systeem om deze informatie eigenlijk te verzamelen en eigenlijk dus te publiceren. En vandaag is dus de dag dat dankzij funding van IDB dat dit systeem is opgezet. Het systeem wordt gedragen door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ondersteund door het NIMAS, Milieuautoriteit. Het is een officiële bron van informatie, dus al de officiële publicaties en informatie worden dan hierop geplaatst en dus toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ja. Dit systeem heeft een web contact form. We staan altijd open, want we weten dat er ook derden zijn die milieuinformatie verzamelt ten behoeve van hun werkzaamheden of gewoon puur uit interesse. Het publiek is ook vrij
die informatie met ons te delen als ze dat wensen. Dat doen we dus via contact form. Het andere is als dus, er zijn indicatoren die zeg maar live zijn. Die moeten we nog, een contact maken met dat systeem. Maar die mogelijkheid bestaat wel, dat je dus live data binnenkrijgt. Maar voor nu wordt het dan manueel gedaan, dus de data entry wordt dan gedaan door onze experts. Het beleid van de regering is erop gericht de productiesector en de samenleving te beschermen tegen prijsverhogingen. Om die reden is besloten voornamelijk de prijs per liter diesel te subsidiëren. Prijsverhogingen op deze brandstof zou leiden tot aanpassingen van prijzen in de goederen- en transportsector, wat inflatie met zich kan meebrengen. De subsidie bedraagt per maand gemiddeld 144 miljoen SRD. Zo informeerde minister Armand Gijbersink van Financiën en Planning het parlement op donderdag 9 juni 2022. Het beleid van deze regering is om de productie te beschermen, de mensen te beschermen tegen prijsaanpassingen, prijsverhogingen. En u weet dat een aanpassing van de dieselprijs directe impact heeft op de prijzen van de transportsector, op de prijzen van goederen en diensten, op de productiesector. En dat zou leiden tot inflatie, voorzitter. Een aanpassing van de prijs van unleaded is daar minder gevoelig voor, voorzitter. Omdat met name de productiesector, de transportsector, etc. voornamelijk diesel gebruiken. En een aanpassing van de dieselprijs zou dus betekenen aanpassing van hun kostprijs naar boven, voorzitter. Het is daarom dat de regering ervoor gekozen heeft ter bescherming van de gemeenschap om die dieselprijs te blijven subsidiëren voorlopig. Wij zijn niet in staat, gegeven de financiële omstandigheden, om de prijs van unleaded volledig te subsidiëren, voorzitter. Dus het komt erop neer dat het besluit is genomen om per liter diesel 6,58 te subsidiëren. En er is besloten om de subsidie op unleaded 50% van de verhoging te laten zijn. Dus een subsidie van 2 SRD 5 cent toe te kennen, voorzitter. Als we de gemiddelde volumes per maand gebruiken, en dat kunt u zien in die sheet, dan komt dit neer op een maandelijkse subsidie ter bescherming nogmaals van de gemeenschap, voorzitter. Omdat ik hoor een aantal leden zeggen dat de aanpassing van de pompprijs een impact zal hebben op de gemeenschap. Wij beschermen de gemeenschap door de dieselprijs te subsidiëren, voorzitter. En dat is al minimaal 2-3 maanden zo. Alleen om geen inflator effect te hebben. Dat komt neer op een subsidie van ongeveer 144 miljoen per maand, voorzitter. Dat is wat wij teruggeven aan de gemeenschap door die dieselprijs te subsidiëren, voorzitter. En nu de unleaded voor 2,05 te subsidiëren, voor 2 SRD en 5 cent te subsidiëren. Dus ook unleaded subsidiëren we deels, voorzitter. En het aanvragen van bezoekpasjes voor arrestantenbezoek is gedigitaliseerd. En dit maakt het Openbaar Ministerie OM bekend. Vanwege de COVID-pandemie werd het bezoek aan arrestanten in cellenhuizen en gedetineerden in de strafinrichtingen stopgezet. Gelet op de versoepeling van de maatregelen van overheidswegen is besloten dat het bezoek wederom zal worden toegestaan. Burgers kunnen slechts op vertoon van een bezoekpas een arrestant of gedetineerde bezoeken.
Om de samenleving tegemoet te komen, heeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid gecreëerd om nu via haar website www.omsuriname.com digitaal een bezoekpas aan te vragen. Na de aanvraag zal de burger via een WhatsApp-bericht geïnformeerd worden over de goedkeuring of afkeuring van zijn of haar aanvraag. Deze bezoekpas is strikt persoonlijk en zal samen met een identiteitsbewijs getoond moeten worden bij het cellenhuis en of inrichting. Een gedetineerde mag bezoek krijgen van 4 personen en voor een arrestant geldt 2 personen. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Ik wens je een goed weekend toe. Goedenavond.